Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Nou. Deze week gaat een hele aparte week worden. Ik kan niet zoveel vloggen, want in de tuin wordt momenteel gewerkt. Wat gaan ze doen? We gaan een nieuwe betegeling in de tuin krijgen. Heel de tuin wordt gelijk gemaakt, et cetera. Dus dat. Jordi heeft naar school gebracht. Ik zit hier gewoon thuis met Liam en Sam. Ik ga ze fruit maken. En ondertussen die jongens van drinken voorzien. En voor de rest, ja, boeien. Dat. Ja, dat. Ik kan er niks anders van maken dan dat. Ja. Joef blaft veel momenteel. Snap ik. De tuin is leeg. Er zit nog geen steen meer in. En vandaag of morgen komen ze het opknijpen en dan leveren ze zand. En van de week komen ze de tegels brengen. Dus al met al, einde van de week hoop ik mijn tuin een heel eind af te hebben qua stenen. Dus we gaan het zien. Ik weet het ook niet. Nu ga ik even uploaden. We hebben Jordi opgehaald. Ze hebben lekker chippies. Lekker even genieten. Ik had nog chippies open, dus maken we maar even lekker op. Hé jongen, is lekker? Ben je lekker? Lekker aan het eten? Njam, 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 njam. Smek het. Lekker chips eten. Mmm, yummy. Maar goed, dat is. Inmiddels is Niels weer thuis. En hij is heel eventjes, we hebben trouwens gegeten. Niels is eventjes een gat aan het graven. Want hij moet een stuk afvoer moet hij ergens op aansluiten. Want als het regent op ons overkapping, dan kwam het eerst in een waterton. Maar die hebben we weggedaan en dat wordt op de leiding aangesloten. Zodat er altijd vers water doorheen gaat. Dus daar is hij nu mee bezig. En als de kindjes naar bed gaan, dan ja, hè, dat. En als de kindjes daar naar bed zijn, ga ik even gauw naar de winkel. En dan gaat Niels daarna verder weer met wat hij moet doen. Maar ik moet nog een paar dingetjes even hebben. Maar het was straks gewoonweg niet mogelijk om met de kinderen even naar de winkel te gaan. Omdat, ja, het drukt hier en zo en de hond. Dus dat doe ik dadelijk heel eventjes. Want Liam moet morgen ook naar school. Daar moet ik even een paar dingetjes voor hebben. Dus dat. Een hele goede middag. Ik weet niet of ik al eerder heb gevlogd. Maar vanochtend zijn alle stenen opgeknepen. Zand geleverd. Liam heeft dat allemaal mooi van een afstandje kunnen kijken. Alles is nou zover uitgereden. Het zand dan. Ja, hoe het nu verder loopt, dat weet ik niet. Want de jongen is ziek. Dus ja, kan gebeuren. Dus dan gaan we verder kijken hoe dat loopt. Sam is vannacht ziek geworden. Die heeft verhoging en koorts gehad. Hij is nu koortsvrij. Maar hij is niet helemaal lekker in zijn hum. Dus wacht het even af. Misschien dat hij morgen wel naar school gaat om te proberen als hij aankomende nacht goed slaapt. Maar dan gaan we even kijken. Ik ga nu heel even eten, want ik ben alleen maar met 20.000 andere dingen bezig geweest. De jongen die daarmee bezig is geweest, is nu naar huis toe. En ja, voor de rest het zal. Sam is door alles in slaap gevallen. Maar als ik die tablet al wil pakken, mag hij niet. Dus ja, dan gaat hij maar zo zitten. Ook goed, ik pak hem daar ook wel af als ik Jordi heb gepakt. Of gebracht in de auto. Liam! Is dat Liam? Liam. Nou Liam, ruik aan zijn voeten dan. Doe zo. Sam. Bè. Bè. Laat me jouw voeten ruiken dan. Laat me ruiken. Jouw voeten ruiken. Doe maar papa's voeten ruiken. Doe papa's voeten ruiken. Hier, papa jouw voeten laten ruiken. Papa jouw voet laten ruiken. Doe dan ruiken, papa.
papa. Doe maar aan papa's voeten ruiken. Zeg maar hoe hard ze stinken. Hey, doe aan papa's voeten ruiken. Hier. Zo. Baba. Doe, laat papa jouw voet ruiken. Laat papa jouw voet eens ruiken. Laat mij jouw voeten ruiken. Laat mij jouw voeten ruiken. Ga jij je voeten ruiken? Wil je mijn voet ruiken? Moet die ook? Ik zweer het je wel. De een stinkt harder als de ander, hoor. Wat gaan we zo? Douchen! Yay! En daarna gaan we ons nest in! Yay! Hey, het is hier geen springplank, hè? Het is nou wel klaar. Opa, oma. Die heb je net gesproken, opa. Mama gaat alles boven klaarleggen. En dan gaan we lekker de douche in. Een hele goede morgen. Ik heb de laatste dagen heel weinig gevlogd. Het was gewoon hier echt druk. Het is één groot zandgebergte. De circus zandhaas is er niks bij. Maar goed, hè? Het is zoals het is. Ik ben er thuis. Ik heb iedereen naar school. Ook Sam. Sam was niet afgelopen nacht, maar die nacht ervoor was hij niet helemaal lekker. En afgelopen nacht heeft hij goed geslapen. Hij is zonder koorts opgestaan. Het kind snottert alleen van heb ik jou daar. Maar ja, dat is geen reden om niet naar schooltje toe te gaan. Dus dat. Die heb ik gewoon onder de voorwaarden laten gaan. Als het niet gaat, bellen, kom ik hem halen. Dus dat. Ik ben net bij de Action geweest. Het kind had ook een kus ondergekotst. En van de week heeft Joef een kussen ondergezeken. Nou, daar kan ik ervoor kiezen om de hoes te gaan zitten wassen. Maar daar kies ik even bewust niet voor. Ik heb besloten om dan gewoon maar twee nieuwe kussens te halen. Dus ja, dat. Mijn droger is op dit moment ook kapot. Ook dat is de hele tijd aan de hand. Ik moet continu was ophangen. En Niels heeft al een nieuwe riem besteld. Maar het is zo druk dat het nog steeds niet gelukt is om dat te regelen. Ja. Dus ja, afgezien van alle drukte om de tuin heen, hebben we het ook nog met andere dingen heel druk. Zoals bijvoorbeeld dat ik mijn was op moet hangen en dat ik een droger heb. En dat brengt ook weer vocht in huis met zich mee. Waardoor dat ik overdreven veel pijn heb. Dus ja, het is zoals het is. Maar ik heb daar wel heel veel last van. Ik heb dus twee kussens gekocht. Ik wil ook opruimen. Want ik word helemaal gek van al mijn kastjes in mijn keuken. Nou heb ik eventjes bakken gekocht om mijn kruiden in te gaan zetten. Er zijn een paar dingetjes aan vervanging toe. En toevallig passen deze daar dan als in de plaats. Want ik heb ze wel echt nodig. Waar ik altijd al naar op zoek ben, een mini-friet. Als Jordi gezwommen heeft, dan kan ik het spul zeg maar, waar hij in gezwommen heeft, kan ik niet met wasverzachter wassen. Maar omdat hij dus daar ook in poept, het wordt allemaal uitgespoeld en alles op school. Dus in principe krijg ik het schoon mee, maar je wil het nog schoon hebben. Dus dan was ik het uit. En dan doe ik er altijd wat wasparfum bij, zodat als er nare geurtjes in komen te zitten, ja, dan is het toch weg. Want in dat materiaal mag geen wasverzachter komen. Dus ja,
je wil het toch schoon hebben, dus, en niet stinkend hebben. Dus vandaar dat ik dat doe. Liever dat dan een stinkend wasgoed. Mijn tosti-apparaat is van de week kapot gegaan. Naar intensief tosti's maken hier in huis. Dus ik heb even een nieuwe gehaald. Al mijn snijplanken zijn al zo oud als de weg naar Sint-Jutemus. En ja, daar zie je de groeven voor het instaan. Dat is gewoon goor. Dus die gaan allemaal weg, stuk voor stuk. En ik heb even een paar nieuwe gekocht. Ik denk dat ik volgende week nog een paar halen. En dan ben ik weer helemaal compleet. Dus dat. Ja. Dat is wat ik heb gehaald. Heb nog een paar boodschappen gehaald. Melk, dat soort dingen. En tot en met vrijdagochtend voor de kinderen heb ik eten gehaald. Dus ik hoef morgen niet naar de winkel. Pas vrijdag weer. Voor de verse dingetjes dan. Hè. In principe heb ik heel veel in huis. Maar voor de verse dingetjes. Zoals brood of beleg. Dat soort dingetjes. Ja, daar ga ik altijd wel gewoon vers halen. Dus melk. Dat soort dingen. Dus ja, ik ga even alles opruimen. Ik ben kapot. Ik ben moe. Ik ben blij als die tuin klaar is. Echt waar, want kunnen die kinderen naar buiten. Nu is het echt één grote grafbende. Kijk, circus zandhaas is er niks bij. Ik zweer het je. Het is echt ellende. Het is nu wachten op de stenen. Maar ja, en wanneer die komen, dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Dus ik ben ondertussen meer aan het stofzuigen dan iets anders op dit moment. Maar goed, hè? Je moet er wat voor over hebben, denk ik dan. Ik ben bezig. Ik heb mijn koelkast nu schoongemaakt. Ik heb de dingetjes die hierin zitten, zitten in de vaatwasser. Dus ik ga dadelijk, het is nou net allemaal schoon, even nadrogen nog. En dan ga ik alles weer terugzetten. En dan ga ik de oven doen, het kastje erboven. En zo ga ik eigenlijk mijn hele keuken vandaag af. En alles wat niet lukt voor het halen, dat is dan maar zo. Om 3:30 komt ook de oppas weer. En ik moet om 4:00 weer met Jordi naar de fysio. We kijken gewoon hoe het loopt. Meer kunnen we niet doen. Maar goed, ik ben gewoon lekker bezig. Lekker op mijn gemakje. En ja... Het is wel nodig. Ik heb mijn koelkast schoon en ingeruimd. Deze zit in de vaatwasser, dus die komen later nog. Ik heb de binnenkant van mijn oven heb ik helemaal schoongemaakt. Nou ga ik hem op een aantal standen ga ik hem heet maken. Zodat alles wat daar zeg maar nog een zooi in zit, zeg maar weg is. Dus dat. Dat is wat ik nu even aan het doen ben. Dus eventjes gewoon goed warm maken. Dit kastje, dat heb ik 2 weken geleden nog van de binnenkant helemaal schoongemaakt. Dus die ga ik niet doen. Hij kan niet eens dicht, jongen. Het is echt, ik heb zoveel zooi. Maar wel allemaal zooi die ik gebruik, dus dat scheelt. Dus dit stuk doe ik alleen de buitenkant nog. En dan ga ik naar de bovenkastjes toe. Deze moet ook echt gedaan worden. Het staat echt zo overhoop weer. Hier staat ook gewoon, ja... Ik moet gewoon even goed neerzetten, want het ziet er niet uit. Dus daar ga ik... Eerst ga ik eventjes die kant, de buitenkant doen. En dan ga ik kastje voor kastje ga ik het doen. Zodat ik gewoon elke keer... stel, het is bijna tijd dat ik gewoon dan kan zeggen, oké, nu stop ik. Punt. Dus dat. En zo ga ik heel de keuken af. Dus ja, ik ben gewoon lekker bezig. Lekker aan het rommelen. Moet ook gebeuren. Zo, ik heb Jordi opgehaald. Hij is net in slaap gevallen. Daar ligt hij. Prins heerlijk te pitten. Nu ga ik heel eventjes Liam en Sam ophalen. En dan naar huis. Dan komt de oppas en dan moet ik met Jordi alweer naar fysio. Dus ik laat hem heel even slapen. En dat geeft mij ook tijd om eventjes rustig die 2 etters te halen. Oh, en voor de mensen die beginnen met... je moet Jordi niet alleen laten. Hier schuin tegenover mijn school. En ik moet 20 meter lopen om die kinderen op te halen. Dus ja, je ziet ze gewoon staan. Dus
Ja, ze hebben me alleen nog niet gezien, dus dat is goed. Kindje ligt op bed. Gelukkig wel. Ja, dat. Maar wij dachten, laten we eens eventjes onze liefde vieren. Een liefdestoetje. Ja, het zou wel gewoon ook nog in verband met Valentijn zijn dat het in de maand februari het liefdestoetje was. Maar hey, laten we onze liefde vieren, Niels. Ik zou zeggen, neem een hap. Niet verkeerd. Het is een stracciatella yoghurtpudding met aardbeiensaus. Ja, dat klopt wel aardig. Ja, hij smaakt er wel echt naar. Dus wij gaan deze lekker samen oppeuzelen. Vind je hem wel lekker? Ja. Ik ook. Dag. Een hele goede morgen. Ik kan vandaag weer niet veel filmen, want in de tuin wordt gewerkt. Mijn stenen zijn geleverd. Jordi zit op school. Dus top. Papa. Papa? Nee, papa. Toch? Is daar een papa? Papa? Ja. Dat is een papa. Maar goed. Ik ga eventjes dingetjes hier doen. Mooi. Dat doet trillen, hè? We hebben Jordi opgehaald. Dat kan ik melden. Ik probeer vanavond jullie mee te nemen in het feit dat ik gehaktballen maak voor Nielse collega's. Er liggen nog geen tegels in de tuin. Dat ga ik jullie straks allemaal uitleggen. Mijn hoofd zit op dit moment zo gigantisch vol. Dit is niet grappig. Dat is ook momenteel het hele ding waarin ik vastloop. Mijn hoofd zit zo gigantisch vol. En ja, ik kan het ook niet zo goed uitleggen wat het precies is. Gelukkig heeft Niels mij heel goed in de smiezen. En zei jouw tenen. Moet ik serieus ruiken? Dit soort momenten, dat maakt mij dan wel weer altijd wat vrolijk. Maar er gaat gewoon heel veel in mijn hoofd op dit moment rond. En morgen heb ik ook weer gesprek met de psychologe. En ja, dat. En ik heb morgen ook fysiotherapie. Dus dat. Ik heb het gewoon zo onwijs druk in mijn hoofd. En op dit moment krijg ik ook niks gedaan. Dus ik heb het eten al wel klaar. Dus dat is helemaal prima. Maar ik ga dadelijk gewoon op mijn gemakje even iets doen. Ik blijf nog heel even zitten. Dat heb ik mezelf beloofd. Want ik ben lichamelijk in aan het storten. En ja, dat. Ga je uitkleden? Mag wel. Doe maar. Moet je wel de kleren in de wasman doen, hè? Liam wil zijn kleren uit. Hoe is dat? Sammy ligt lekker te slapen. Die maakt het dadelijk weer wakker. En morgen gaan ze in ieder geval weer naar school. En dan hoop ik dat ik zelf ook eventjes wat rust kan nemen. Ondanks dat ze hier als het goed is dan bezig zijn. Kindje ligt op bed en ik ga nu gehaktballen maken. Ik ga het filmen en ik ga of het voice-overen of ik ga hieronder
een tekst laten komen. Maar dat, ik ga het filmen en ondertussen ga ik met de vriendin bellen. Puur en alleen, omdat het kan. En ik niet na wil denken, gewoon puur en alleen wil doen. Dus dat. Bij deze heb ik voor gekozen om een voice-opname te doen. Dit is kip gehakt en daar gaat bij paneermeel. Kip gehakt kruiden, oh nee, gehakt kruiden met uitjes, hallo. En uitjes, dan heb ik er ook nog natuurlijk een eitje bij. Onthoud dat kip gehakt wat natter is, dus je hebt er altijd wat meer paneermeel bij nodig. Vraag me niet hoeveel ik van alles erbij heb gedaan. Ongeveer 1 uitje, 1 ei en de rest is allemaal, ja, ik zou het niet weten, zeg maar. Dit is gewoon gevoel. Maar ja, dat is in ieder geval hoe dat ik het maak. Maar kip gehakt is dus wat natter, dus je moet er iets meer paneermeel bij doen. Waardoor dat het iets beter, ja, niet droger wordt, maar iets beter mengt. Ik was nog iets vergeten. Ik doe er ook paprika poeder bij. Die gaat er ook lekker doorheen. En ja, dan is dit wat erin zit. En dan ga je het mengen. En je moet even je mouwen ervoor op stropen. Want dat is nog wel een vies werkje, hoor. Dat is echt een vies werkje. Maar goed, als je dan alles goed gemengd hebt en alles lekker op smaak is, dan krijg je er 4 gehaktballen van. Wow, daar ging niet bijna. Maar goed, hè? Hey. We hebben ze gered. Nou gaan ze lekker in de pan om te bakkeren. En dat bakkeren, dat ziet er zo uit. Tada! En dan ga ik verder met de half om half gehakt. En ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Je doet er eigenlijk gewoon hetzelfde in. Alleen is dit, weet ik het, hoeveel keer meer. Het zijn zakken van 700 gram. Maar hè, het is me toch in een bak geworden. Nou, dit ga je dus ook mengen. En dan ga je ze draaien en dan krijg je er lekkere gehaktballen van die je dan ook weer gaat bakken. De kipgehaktballen doe ik altijd even een deksel op, want een collega van Niels die is moslim en hou ik het liefst alles uit elkaar. Maar hè, als ik ze aan heb gebakken, doe ik er water op en dan laat ik het water weggaan en dan bak ik ze nog even na. En dan ziet het er allemaal zo uit als het klaar is. Yummy, yummy. Ze vielen goed in de smaak. Niels? Ja. Je hebt de gehaktballen geproefd, hè? Ja, lekker. Ja, lekker? Mooi. Nogmaals, de hoeveelheden. Dat is te weinig in ieder geval. Ja, nou ja, ik weet niet hoeveel ik van alles erin heb gedaan. Ik heb niet afgemeten. Maar nu gaan wij even genieten van een babboutje kipsaté. En dan is het daar douchen en naar bed. Ja. En morgen weer een nieuwe dag. Maar bij deze ga ik deze ups en down ook afsluiten. Samen met mijn broodje papau en Niels en zijn broodje papau. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.